kan niet beschrijven. Wow. Wat hier gaande is. Ja, bovennatuurlijk. Bovennatuurlijk, ja. Zeker, ja. Ik sta hier bij Rotterdam Ahoy en een wekening is hier bezig. Een wekening is een event, een evangelisatie-event waarbij we heel Nederland intrekken om het evangelie te vertellen, maar ook heel Europa. En ik heb gehoord dat er fantastische dingen hier gebeuren. Dus we gaan even kijken. Op een plek waar ook het ziekenhuis stond, dus we dachten wij moeten naar binnen. En waren we stonden gewoon op de kamer, maar ja, dat is wel next level, want wij zijn een beetje gewend om knieën en ellebogen en zeer rug te doen. Maar we staan opeens aan een bed met iemand die aan de slangen en apparaten ligt. Dus we even schrikken. Ja. Wij met z'n vieren, we hadden gebeden, pijn weggedreven, demonen uitgedreven. Het begint te huilen, echt niet een traantje, maar gewoon echt te huilen. Het zat heel veel leed. Ja. Maar op een gegeven moment komt de zusje eraan en die zei van 4 mensen is te veel, 2 eruit. En zodra wij eruit gingen, ik loop 1 stap en dan kom ik iemand van mijn kerk tegen. Yeah. En zij zegt tegen mij, wat doe jij hier? Ik zeg, nee, wat doe jij hier? Mijn vader. Dus toen konden we naar de volgende kamer gaan. Ik ben gisteren mee geweest met de outreach en mensen kunnen vertellen over het evangelie en kunnen bidden. Is er één specifiek moment waarvan je denkt, wow, dat was heel bijzonder? Ja, op een gegeven moment waren we aan het praten met 3 jongens en die waren bier aan het drinken en aan het blowen. En er was ook geen veroordeling gelijk en we gingen gewoon normaal met ze in gesprek. En dat vonden ze ook heel fijn dat er niet gelijk veroordeling was. Ja. En ik deelde ook een stukje getuigenis uit mijn eigen leven, dat ik tot bekering ben gekomen. En daar hadden ze echt wel oor naar en een van de jongens die... Oké. Okay. En we hebben ook voor zijn vrouw gebeden. Ze had, ik denk, wel zo'n lekker verschil in benen. Echt? Serieus, we hebben het opgenomen en het is wel teruggegroeid. Niet helemaal, het stopt op een gegeven moment. Hè. Oh, maar je zag het wel groeien. Ze konden in ieder geval weer op de schoenen gelijk staan, zeg maar. Ze konden op de schoenen weer gelijk staan, inderdaad. Nou, ik was bij in de hal met allemaal stands en ik kwam in gesprek met een meisje. En ze vertelde dat ze uit Frankrijk kwam en ze vertelde gewoon dingen over haar leven en dat ze christelijk was opgevoed, maar de afgelopen 15 jaar zei ze van I live the bad life. Heel rebel, zei ze. Ja. En ik was gewoon in gesprek met haar naar aan het luisteren en probeerde een beetje door te vragen van hey, wie is dan Jezus voor je? Wie is God dan voor je? En ik merkte van in de afgelopen paar maanden dat Jezus wel, dat ze zei ook van dat echt God, he grabbed her sort of. En dat God allemaal dingen in het leven aan haar doen was en dat ze dan naar de kerk ging en elke dag in de Bijbel las. En maar ergens dacht ik van nee, maar wie is Jezus dan voor je? Ja. Dus ik vroeg aan haar van hey, heb je wel eens een moment gehad dat je Jezus in je leven uitgenodigd als je beste vriend? Zodat je gewoon alles aan hem kan geven en een nieuw leven met hem kan leiden. En dat kon ze niet, dus ze dacht van ja, ik weet het niet, misschien, ik weet het niet. Dus toen heb ik gevraagd of ze dat wilde, om Jezus in haar hart uit te nodigen. En zei ze, nou ja, oké, dus dat heb ik toen met haar gedaan. Ik was super moe, ik had eigenlijk geen zin meer in interactie met mensen. Ja. Maar gewoon dat er toch uit zoiets onverwachts zo'n mooie ontmoeting kwam. En dat ik samen met haar zo'n stap kon zetten. Dat ze Jezus in haar hart. Vorig jaar, we gingen gewoon iedereen maar langs, super vet. En die vrouw had echt zo'n heel ding om de nek heen, want ze had iets in haar nek gebroken. En ze kon haar arm eigenlijk niet meer omhoog doen, dus ze handen erop. En toen, wow, kon ze die arm weer bewegen, super leuk. En op een gegeven moment, toen, we hebben een tijdje voor haar gebeden en toen gingen we weg. En toen keek ik nog één keer om en toen zag ik dat ze heel erg moest huilen. Dus ik terug en zei, oh, en ze voelde zich zo eenzaam. En nou, mocht ik gewoon lekker bij haar zitten. Oh, dat was zo mooi eigenlijk. Ja, ja. Zo fijn om... Dus jullie gaan het nog veel vaker doen, ziekenhuis in. Halleluja! Ja. Tijdens de worship was ik al aan het bidden. En uit gebed kwam dat ik naar boven kwam dat ik mijn vader wou vergeven. Wauw. Wat hij heeft gedaan in het verleden. Ik ken hem zelf niet. Ja. En toen dat naar boven kwam, begon ik wel echt met alles los te laten. Zo, wow. Sinds toen voelde ik me al een stuk lichter. En daarna heb ik heel veel andere mensen kunnen vergeven. Ik was ook daar
voel me ook aangeraakt. Ja. Het is een gevoel wat niet zomaar is. Het is nieuw. Ja. Het is een nieuwe start. Ja. Het raakt je precies waar het waar je kan zeggen van ik ben herboren. Wow. Oeh. Ik heb kippenvel van jullie. Ik heb een lied in mij. Ik hou van Jezus, ik hou van Jezus. Ik heb een lied in mij. Jezus. Jij kon je niet meer inhouden. Ik kon me niet meer inhouden. Zing halleluja, zing halleluja to the Lord. Zing halleluja. Let's praise and worship Him in every single word. Ja? Mooi. En je voelt dan Jezus ook? Ik ben heel blij dat ik dit heb meegemaakt. Ja. En nog meemaak. Ja. Want het is vandaag echt een uitzending over de wereld. Voor de eenheid, voor alle mensen. Ja. En iedereen Jezus volgen, daar zijn we één in. Ja. En we hebben de kracht gekregen en de moed en het vuur om het vuur door te geven. Ja, want u bent katholiek en u zei net, voor het eerst voelt u die eenheid, zeg maar. Voor het eerst de eenheid tussen alle kerken, ja. Zonder dat er nog gepraat wordt over bij welke kerk je hoort. Ons is de Heilige Geest, dus geweldig. Altijd al, maar nu hier ook. Getting gone! Yes! Op het moment als jij bent iemand die verlangt of die denkt van hey, ik ervaar de kracht van de geest niet in mijn leven, ik ben al een kind van God, ik heb Jezus in mijn hart gevraagd, maar ik ervaar gewoon de aanwezigheid van de Heilige Geest niet in mijn leven, dan wil ik je nu op dit moment aanmoedigen om met mij mee te bidden en hem in je hart te vragen, want ik geloof oprecht als jij dat doet, dat de Heilige Geest op dit moment in jouw leven zal komen en hem iets nieuws zal brengen, iets wat jij niet kent. Bied mij nou dit gebed als je dat wil. Zeg, Heer Jezus, ik ontvang u in mijn hart en ik ontvang uw Heilige Geest. Heilige Geest, kom in mijn leven, kom in mijn hart, wees de meester, wees de meester leider van mijn leven. Ik geef me over volledig aan u en ik verwacht u te ervaren in mijn leven, op een bovennatuurlijke manier. Halleluja. Amen. Als je dit hebt gebeden, ja. Geloof. En ga vanuit in verwachting ja. Dat de geest van God in jou is. In elke moment, overal waar je bent, wees bewust van. Van het belangrijkste bewustzijn van wie hier in ons is. Ja. Wie is groter dan wie daar in de wereld. Yes. Halleluja. Amen. Dankjewel.